Hi tweeling, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandala. Deze week is voor week nummer 46 en dat is van maandag 12 november tot en met zondag 18 november. En als de kaart is schud, want kijken wat deze week voor de tweeling gaat brengen. Met erbij de volgende kaarten. De 9 van zwaarden, de zegenwagen en de 10 van bekers. Tweeling, de week begint pas met het gevoel dat je misschien het idee hebt dat je niet zo heel erg positief in het leven staat. Je voelt je misschien wat achtergesteld of misschien voel je je niet gehoord. Maar ik heb het idee dat je je heel duidelijk kunt verweren deze week. En je gaat dan ook echt aangeven dat je ergens niet mee eens bent of dat je graag gezien wil worden. Hey, je doet het op een positieve manier, ondanks dat je niet altijd positief voelt. Pak je het op een positieve manier aan en je zult merken dat zijn vruchten gaat afwerpen. Mensen luisteren naar je en ze horen je ook echt en willen daar dus iets mee doen. En ik heb het idee dat je aan het eind van de week ineens eigenlijk weer echt wel heel erg goed in je vel zit. En dat je ook weer de juiste wegen weet te bewandelen en dat je blij bent met de mensen om je heen. Dat is een heel begin, heel verschil met het begin van de week waarin je daar eigenlijk heel anders in staat. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.